De stands aan de Leo Eliaserstraat die is er al een paar dagen in het nieuws. Omdat er een bepaalde ruis is dat de overheid over zal gaan tot ordening hier. En dat is wat nu de vrees brengt onder de ondernemers hier. Want zij geven aan dat ze er al tientallen jaren zonder enig probleem hun zaken hier doen. En nu van het een op het ander moment gaat men ertoe over om af te breken. Er is vandaag door de fractie van de NDP een bezoek gebracht aan de verschillende standhouders. Met hun is gesproken, zodat ze dat kunnen meenemen naar het parlement, alwaar dan dit verder aangekaart zal worden. We voeren nu naar de fractie, waaronder de voorzitter van de NDP, Rabin Permisser, gevolgd door de parlementariërs Losje, ook nog Melvin Bouva en Stephen Chang en Abby Jones, die allen kort hierop ingaan. Wat we begrepen hebben is dat er hier de mensen eventueel moeilijk gemaakt zou worden om hier te blijven, et cetera. Oké, dat was de rode draad. Na onze oriëntatie hier, laten we eerst aan de buurtbewoners de versie. We hebben met diverse buurtbewoners gesproken. En van niemand hebben we een negatieve klank gehoord wat betreft de ondernemers. Er zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien van verwaarlozing van bepaalde gebieden, zoals hier verderop op de hoek, of is het aan die kant. En dat was met rattenplagen, et cetera. Maar dan moeten onze instanties optreden wat dat betreft. Maar voor de rest, alsof er geluidsoverlast en andere dingen bestaan, daar hebben de buurtbewoners niet over gesproken. Geen enkel negatief woord daarover. Integendeel, zij hebben buurtbewoners een paar positieve elementen aangehaald. Bijvoorbeeld, als ze niet thuis zijn, worden door de mensen hier een wakend oogje gehouden op hun haven en goed. Daar is een goede communicatie met de mensen. Bij iemand is het zo, hij doet de business, ijskasten en zo. Dan als er wat is, dan brengt hij zijn spullen hier, laat hij repareren, car wash, et cetera, et cetera. Dus dat gedeelte hier in het kort, als u vragen hebt, mijn collega's en u, zullen we daarop verder ingaan. Verder, naar de ondernemer zelf. Wat we gezien hebben, of begrepen hebben, wat hard is, niemand. En nogmaals, geen enkele onderneming, standhouder, hoe je het noemen, heeft een brief van welke instantie dan ook ontvangen dat ze moeten ontruimen. Laten we dat goed vaststellen. Er zijn diverse regelingen hier getroffen. We hebben documenten die we gaan in het parlement ook presenteren van mensen hebben ook vergunning gehad. Of van openbare werken, of van de DC, dat ze daar toestemming voor hebben. Anderen betalen x bedrag per maand, afhankelijk van de grootte van het terrein aan de DC van Paramaribo. Anderen hebben toestemming van openbare werken gehad. Je ziet dat haast iedereen een elektriciteitsaansluiting heeft. Ja? Dus dat soort zaken en communicatie met de overheid. Ze hebben dus toestemming van de overheid. Wat ik u mee wil nemen, dat mensen 30 en meer jaren hier zijn. Eentje zei 37, anderen vertelden me over 40 jaren dat de mensen hier zijn. Als de mensen zo lang hier zijn en ze positieve bijdrage leveren, tussen haakjes, er zijn ook bedrijven die scholieren hier opvangen voor stageplekken. Namelijk van de technische scholen en andere scholen. Die komen hier op stageplekken. Los van andere diensten voor allerlei instanties, voor de mensen. En belangrijk is dat we niet moeten vergeten in welke tijd we leven. We zitten niet in een situatie waar iedereen economisch floreert en makkelijk heeft. Dus maar ik doe een hossel, de zet de libi. Ja, toch? En als er geordend moet worden, heeft iedereen gezegd, laten we een goed gesprek zijn met elkaar. Laten regelingen komen, maar nog een moeilijk is maar nu. Als er een beleid komt, op lange termijn, praat met de mensen. Geef, ontneem hun niet van hun dagelijks brood, van hun en van hun gezin. Dat is de rode draad wat vanuit de ondernemers ook aangegeven is. Men is willing om instructies te beluisteren en daar ook gevolg aan te geven indien in een goed overleg gaat. U gaat ook dit jaar steeds vaker en steeds meer
horen merken, sommige ongemerkt, dat we als fractie gehoor zullen geven aan de noden en de oproepen van onze burgers. Omdat het veelal ook zo is dat ze dat klankbord nodig hebben. En veelal ook zo is dat die overheid en sommige politici onvoldoende oor hebben om te horen, te luisteren. Ze precies zijn in de samenleving. En wij komen dan hier, we hebben inderdaad geluisterd, we hebben gehoord wat er speelt. En we zullen dat vertolken en vertalen in de annalen van de Nationale Assemblée met de verantwoordelijke beleidsmakers en diegenen die er belang bij hebben om te komen te oplossen. En dat is waar het om gaat. In de eerste plaats denk ik dat voorop moet worden gesteld, en is het een benadrukking, dat uno deja vu jugu jugu noas, maar dat moet ook de bedoeling zijn van de regering. Als er wat vraagstukken zijn met betrekking tot ordening, dan denk ik dat dat goed in lijn moet zijn. Maar als het erop moet neerkomen dat mensen in onzekerheid zijn, dan zullen we daar moeten zijn om met de mensen te praten. En dat is ook vandaag gebeurd. In alle rust. En met natuurlijk alle nodige understanding. Taganisme, Arki. En wat we hebben gehoord, gaan we doorvertalen. En de regering op het pad houden, zoals de lijn is uitgezet door de fractieleden, dat wij natuurlijk de mensen in alle rust hun zaak verder kunnen voltrekken. We gaan hiermee door, dat wil ik aansluitend zeggen, omdat, kijk, hier heeft men aanhoudend gevraagd van luister, nou, we willen u zien, beste meneer Parmisser met uw team, we willen u spreken, we willen u horen, dus Okonja, ook de andere mensen, dat zeg ik bewust, omdat we ook nog wat verzoeken hebben vanuit andere personen, andere gebieden in Paramaribo, maar ook buiten Paramaribo, want je bent parlementariër van Suriname, dat we Gonanisma ook doen. Toch ook in een goed teken dat de NDP en de fractie van de NDP en daarmee de partij, niet de partij is voor verkiezing Wang, dat verkiezing Wang ook going de verschillende straten, op de verschillende straten in de verschillende woonweken. Voor ja, we komen zitten, we doen dat niet. Nee, wij vinden het belangrijk om met de mensen in contact te blijven. Daarom ook het gehoor aan de structuren. Ja, ze hebben gevraagd aan de buurtbewoners om dat hier te doen. En wij gaan de komende weken en de komende tijd ook naar de andere gebieden, ook waar de andere vraagstukken spelen. Richting de begrotingsbehandeling hebben we heel wat werk. Dus dat zullen we meenemen. De kwestie met betrekking tot natuurlijk onderwijs en het doorstromen speelt. De kwestie met betrekking tot milieuvervuiling speelt nog. Wateroverlast door het hele land heen. De sociaal-economische situatie, waar los aan het play. We hopen dat goed vertaald kan worden, dat die regering nog meer gaat luisteren. Er dus een dreigende situatie hier is. En dreigend in de zin dat de regering de ondernemers hier zou doen verhuizen. En op het moment u dit hoort in het Huis van het Volk, dan gaat u ervan uit dat het een informatie is uit betrouwbare bronnen. En dat wij als parlementariërs onderling dan ook polshoogte gaan komen nemen. En dat is het bezoek die we dus naar hier hebben gebracht. Hier aangekomen, zoals de voorzitter al zei, schetst ons natuurlijk de verbazing als je te horen krijgt van de ondernemers zelf dat ze geen officiële brief hebben ontvangen. Ik ben hier als jonge vrouw natuurlijk. En het belangrijkste voor mij is dat wij ondernemers in dit land gaan koesteren. Ondernemers in Suriname een betere behandeling geven. Vooral de kleine ondernemers. En we hebben rondgekeken als fractie. Maar wat ik zeer, wat ik prettig heb ervaren, is het feit dat de ondernemers niet gehoord zijn geworden. Dat de ondernemers zelf aangeven dat ze geen officiële brief hebben gehad, dat ze nog niets hebben gehad van de minister, van de DC. En als we verdere navraag gedaan hebben, dan merk je ook dat de ondernemers juridisch toch wel sterk in hun schoenen staan. Want ze hebben of de een heeft een toestemmingsbrief of het ander heeft een vergunning. Dus vandaar dat we hier zijn om even samen met hun te kijken, zodat wij teruggaan en feedback kunnen geven op hetgeen daar in het Huis van het Volk naar voren gebracht is. Want als we
de ondernemers mogen geloven, dan is dat in principe een gerucht die zo naar voren is gebracht in het hoogste orgaan, toch, van Suriname. En ik denk dat in gesprek met de ondernemers hier ook en de buurtbewoners ook, dat we hebben kunnen constateren dat dat niet het geval is. Tenminste, er zijn nog geen officiële brieven gestuurd naar de mensen. En het is ook de bezorgdheid van de ondernemers zelf en de buurtbewoners dat ze zullen worden ontruimd. Ik denk niet dat dat nog aan de orde is, zoals wij hebben gezien, geconstateerd. En indien dat het geval zou kunnen zijn, dan zullen wij wel als NDP krachtig optreden hier tegen. Want het kan niet dat mensen die al 80 jaar hier zitten, soms zelfs 40 jaar, dat zij zomaar worden ontruimd. En ik denk dat er sowieso een behoefte is in de buurt voor de bedrijvigheid die er is. Ook van de buurtbewoners zelf. Dus ik denk dat er in ieder geval heel goed met de mensen zou moeten worden gesproken. Indien er over gegaan zou worden tot ontruiming. Van belang is, ongeacht er sprake is van een gerucht hoor. Maar er is toch wel voornemens vanuit die overheid om te ordenen. Dat staat vast. Maar in dat proces van ordenen en wat je wil doen, is het van belang dat je informatie naar die samenleving er is. Als er niet is, dan ga je zulke uitspattingen krijgen. Want dan gaat het zijn eigen leven leiden. Noas ma ilis was aan in kranti en Usaba minister voor OE voen. Aan mij tak los vast. En ik zeg het zo, niet denigrerend, maar we kennen de uitspraken en zijn acties. Ze kunnen soms bot zijn. Het is van belang dat je die samenleving informeert. Want me begrijp je, if je leest in kranti tak alles aan tap beren me gwe, en je is naar je hossel, je dege dege tjus, dan zeker tak je kerst nog. Je begrijp je toch? Dan zeker tak je jaarwisseling nodig van dit. Van dat is naar je libi, is naar je hossel, dan ga je zo wiepting, je vrouw, je gezin. Dus de beleidsmakers moeten ook leren om niet omdat ze kunnen praten, maar iets te zeggen zonder de gevolgen daarvan te overzien. En dit is een van de gevolgen, want dit is maar de een met Brady dat het maar een gerucht is, vooralsnog. Maar kan dit even een betak next toe en een wat gerucht heb ik daar ernstig toe. Dus het is goed dat je vroegtijdig zelf aan de bel trekt en die overheid zegt van hey, Lanti, die is nou hassel, maar hoe de bereid voor ook samen aan een Lanti voet, ja. Lanti zo goed dat als een waka, lek van waka man. In die land ook toe ook kassie voor zet dat systeem like vader wani. Maar het moet wel in samenspraak zijn. Dus dat is het. Want het beleid belangrijk, want bijvoorbeeld in Nikeri, je ziet dat met bouw gewoon te bermen en met je toestemming doet dit aan en je ziet dat maar hier ook een tekie aan dit soort sanatie. Maar drap je niet hier, je gaat het. En tegendeel, deze etak nee, mino ja vergunning omdat in een voldoet. Maar voor hoger hand je ziet dat toestemming is toch je overroelt deze. Dus je actie is af sana beleid precies. Vanmorgen heb ik de krant mogen lezen dat daar aan de derde rijweg Hendrikstraat ze ook een ondernemer zijn bouwsel hebben afgebroken. Dus sana beleid precies. En dat na sa uwanje en dat na een vraagstelling voor un in DNA. Wat is uw beleid?